Daar komt hij. Hoppakee. Zitten geeft je onderrug meer last trouwens, zegt Marius. Dat klopt. En toch zit ik hier. Voor jullie. Nee, ik zal heel eerlijk zijn. Ik zit hier voor jullie, maar ook voor mezelf. Ik vind het leuk om te gamen. Ik vind het leuk om te livestreamen. En het is natuurlijk ook mijn werk, hè. Vergeet dat niet. Dus ja, ik zit hier. En ja, ik heb vanavond, als het 22:30 is of 23:00, als ik stop, meer last van mijn onderrug. Is het verstandig? Weet ik niet. Maar ik ga vanavond uitrusten, lekker slapen. En ik ga morgen naar de fysio. En ik ben de hele dag onderweg geweest. Ook al heb ik wel een paar uur in de auto weer gezeten vandaag. Maar ja, zitten is natuurlijk ook gewoon iets wat je niet de hele dag kan vermijden. Dus ja. Oh, mag de camera wat inzoomen? Tuurlijk. Ik had hem een beetje wide staan, hè. Kijk, dit is wat beter. Staat er meer ingezoomd op mij. Dat is beter, hè? Kunnen jullie me beter zien? Hallo. Even kijken. Wat is hier aan de hand? Ik ga even op play drukken. Ik ga gewoon ranked solo doen. 5-5. Wat voor positie gaan we spelen? Voor alle mensen die League of Legends niet kennen, het is best wel lastig om uit te leggen. Ik zou ook niet weten hoe ik het nu moet uitleggen, eerlijk gezegd. Behalve dat je 5 mensen nodig hebt om een potje te spelen. Knol power. Ik denk dat ik mid ga. En bot. En dan zien we het wel. Denk ik. Jungle kan ook wel lachen zijn. Ik denk dat ik mid lane ga. Ja. In ieder geval, Eline995, dankjewel voor je 14 maanden sub. Holy moly. Eline, dankjewel. Throwride, dankjewel voor je 12 maanden sub. Een jaar lang gewoon. Damn. Lotka Gaming, 14 maandjes. Tomaski, 11 maandjes. Dit is niet normaal. Joshua02977, dankjewel voor je sub. Raymond Dilstra, Wes0162 en Colin Noel 23. Dankjewel voor jullie suppies. Hendrik, Macy29 en Noah Naz. Dankjewel voor jullie suppies. Zo. De muziek staat een beetje hard. Altijd zo met League of Legends. De muziek staat altijd zo hard. GDDTuber, dankjewel voor je donatie. Thanks voor je mooie woordjes. Prolapsje, dankjewel voor je sub via Prime. Koen, dankjewel voor je half maanden sub. Of half jaar lang sub al. Tupje, dankjewel voor je 10 maanden. Tier 2. Dik vette piece. Thanks. En Barry V86, dankjewel voor de 14 maanden sub. Damn. Ja, dat betekent dus dat ik ook al 14 maanden aan het streamen ben. Insane. Ashley00, dankjewel voor je 12 maanden sub. Yo, veel mensen die al langer dan gewoon een jaar gesubt zijn. Dirk G, dankjewel voor je sub via Prime. Oi, oi, oi. Ryan, die zegt, Enzo, waar gaat het geld naartoe als je sub doet? Nou, de helft naar Twitch en de helft naar mij. Dat is een beetje hoe Twitch werkt. Als je een sub krijgt, dan krijg je de helft. Dus als het goed is, kost een sub €5. Hangt er wel vanaf via waar je een sub neemt. Maar dan gaat de helft naar mij en de helft gaat naar Twitch. Want ja, ik gebruik het platform van Twitch. Dus dan gaat het naar hun toe en de helft gaat naar mij. Dat is hoe het werkt. Werkt dat ook zo met donatie, vraagt Joelle Xos. Doneren is puur gewoon je eigen ding. Je hoeft niet te doneren. Dat is echt gewoon puur uit vrije wil. Beschouw het als je support een creator. Dus ik zit hier. Ik probeer jullie te entertainen. Ik ben mijn werk aan het doen. En als je denkt van wauw, ik vind het leuk. Of ik vermaak me. Ik gun die man €10 omdat hij lekker bezig is. Zo werkt dat eigenlijk een beetje. Ik zit ook wel eens bij andere streamers te kijken en dan drop ik wel eens een keer €5 of €10, gewoon om ze te supporten. Ik kan zeggen dat ik er een nieuwe muis van ga kopen of een nieuwe bureaustoel of een nieuw beeldscherm. Maar ja, zoals jullie kunnen zien, ik word gesponsord door MSC. Dus ja, ik heb mijn spulletjes hier al. En mooie dingen die ik met het geld kan doen is gewoon letterlijk leven en gewoon andere leuke dingen, op vakantie gaan. Oh, ik moet kiezen. Zal ik gewoon Annie nemen? Of ik doe Ari wel. Ik vind Ari wel chill. Oh, joh, ik was gewoon bijna vergeten om een champion te kiezen. Holy shit. Is je rug al langzaam aan het herstellen? Vraagt Harry. Nee, niet echt. Het wordt nu alleen maar weer erger. Het is echt balen. Maar ja. It is what it is. Heb ik blitz aan? Oh, dat is wel chill. Dat wist ik geen eens. Ja, ik heb blitz aan. Nou, beter. Ik ga blitz even opstarten qua programma. Show die Ari skills, bro, zegt Don. Haha, Don. Don de man, Don K. Klein, what up, what up.
Yo, Don, als je straks een potje mee wil doen, holla at me, hè? Stuur me een Discordje, bro. Dan kom lekker spelen. Dan gaan we, want ik bedoel, die midlane kan ik niet zo goed als jij, dat weet je. Weet je wat ik leuk vind aan mensen kennen? Weet je wat ik leuk vind aan vrienden hebben? Weet je wat ik het leuke vind aan leuke vrienden hebben? Of goede vrienden hebben? Of positieve vrienden hebben? Weet je wat het leuke daarvan is? Ik ben nu aan het streamen. Ik zit hier. Ik ben chill. Ik ga een lekker ontspannen avondje League of Legends doen. Samen met jullie. Shoutout voor de mensen die gewoon gezellig mee gaan doen. Ik zie Don in de chat. En dan denk ik als eerste. En dan word ik gewoon vrolijk. Denk ik aan Don. Die meeging. Naar Duinrel. En dat we in al die glijbanen gingen. En dat Don gewoon zeg maar weer veranderde in een 8-jarig kind. Die gaat zeggen van... we gaan niet vertellen wat we gaan doen. Maar neem je zwembroek mee. Gewoon, het was gewoon zijn dag van Don. Ik word er dan zo gelukkig van als ik daaraan terugdenk. Dan denk ik gewoon van... Hey man, leuk dat je even wat dropt in de chat. Daar moet ik nu aan denken. Gezellig, leuk. Dat was zo grappig, jongen. Oei, oei, oei. Shoutout naar jou, Don. Goeie man ben jij. Leuk vent. Oh, weet je wat ik irritant vind aan als games updates hebben? Dat ze dan gewoon die hele setting gaan aanpassen. Dat vind ik zo vervelend. Dus nu is mijn hele game is gewoon... Ja, ik verander straks mijn scherm, hoor. Want ik ben al begonnen met dit potje. Maar al mijn 3D beeldschermen spacen hem, omdat de game een update heeft gehad. En die gaat dan niet fullscreen borderless doen, maar die gaat dan fullscreen doen. Waardoor ik niet kan alt-tabben en die helemaal gaat spacen en zo. Dus ja. Anyways, voor de mensen die zich afvragen, Enzo, waar haal jij muziek vandaan? Waar luister jij je muziek op? Spotify is altijd vanaf het begin al geweest. Dus check even helemaal hierboven. Je ziet Spotify logo. Deze stream wordt zo, gaat hij lekker en zo. Deze stream wordt gesponsord door Spotify. Dus shout-out naar Spotify. Thanks voor de leuke samenwerking. En check even de linkjes in de chat. Of als je een abonnementje wil afsluiten op Spotify. En je net als ik gewoon overal waar je heen gaat lekker muziekje wil luisteren. Het duurt te lang. Ja, game opstarten duurt altijd eventjes. Weet je wat we straks ook al kunnen doen? Potje Aram. Dat is wel grappig. Ik weet niet of je... Ja, borderless. Even kijken hoor. Borden dus. Als het goed is, is het nu beter. Denk het wel. Knolpower. Even kijken hoor. Welcome to Summoner's Rift. Ah, heb ik het nu gefixt? 30 seconds until minions. Ah, hij is niet helemaal goed, of wel? Knolpower. Oh. Even kijken. Ah, hij is wel goed. Ah, hij is wel goed. Gaan we deze kopen? Oké. Okay. Let's go, let's go. Volgens mij staat die webcam gewoon goed, toch? Linksonder. Is prima. Is het geluid ook gewoon verder prima? Kijk, dit bedoel ik. Hij gaat dan fullscreen in plaats van borderless. Super irritant. Zo, ik heb de muziek ietsjes harder gedaan. En ik doe hiervan het geluid even ietsjes zachter, want dat vind ik niet zo interessant. Volgens mij is het zo goed. Het nieuwe seizoen is gestart, dus ik heb geen idee welke rank ik ben. Je krijgt pas een rank als je een potje hebt gespeeld. Voor alle mensen die nu een subje nemen of doneren of bits geven, shout-out aan jullie, thanks daarvoor. Thanks voor de support. Alleen ik zit nu in een potje leak, dus ik ga het straks allemaal even voorlezen. Als ik dood ben of tussendoor als het even kan. Maar ik ga me nu even focussen op mijn last hits, als je dat niet erg vindt. Auw, ze doet me pijn. Last hit. Zo, even League of Legends. Dat is al een tijdje geleden, hè, dames en heren. Dat is echt wel even een tijdje geleden. Een irritante champ is dat trouwens, tegen wie ik speel. Oei. Oh, dat doet me zo vervelend. Ik pak jou, hè. They're mine.
Even lekker last hitten, dames en heren. Oké, we zijn allebei level 3 nu. Oh nee, oh, ik mis hem. Ik mis hem. Is het geluid een beetje goed zo? Qua game audio en zeg maar... Gewoon alles. Oh, een lekkere damage gedaan hoor. Prima. Ik ben wel redelijk luid. Oh, heb ik me... Kan ik mijn microfoon verder weg doen? Beter. Oh, de jungler is hier. Oh. Ben ik zo luid, ja? Knol power. Oh, is zo beter? Deze manier? Denk het wel, toch? Geen mana meer. Crow power. Bijna level 6, dames en heren. Yo, Koen Twitch, dankjewel voor de 5 euro dono, man. Ja, hoi Enzo, om te beginnen waren de vakantievlogs leuks om te zien. Hoop dat je hebt genoten. Ja, ik heb heel erg genoten. Ik hoop dat jij ook hebt genoten van de windsportvlogs. Komt er weer hoor. Oh. Nee. Nee, niet zo doen. Niet zo doen. Oh, ja, ik krijg HP erbij. Ik ben dood. Oei, oei, oei. Ik ben dood, dames en heren. Wat zal ik kopen? Ik weet niet wat ik moet kopen. Deze als eerst. Even in de chat. Hoe is je rap? Mijn rap is super tof. Mijn rap is echt super tof geworden van mijn auto. Niet normaal. Moet even beter focussen. Het is mijn eerste potje, dames en heren. Even inkomen. Ik moet straks ook even mijn raam openzetten. Het is warm hier. Niet normaal. Dus een toortje. Wat een naam, ouwe. Ik had gewoon moeite om je naam te lezen. Het is een matte kleur geworden deze keer. Is wel echt vet. Ik denk dat hier gewoon geward is. Ah joh, als ik maar even mijn gezicht laat zien. Gaan we deze ganken? Kan toch wel? Gaat niet zo heel goed hier al in mijn team. Au. Au. Holy moly. Damage hour? Sheesh.
Oh, dit gaat helemaal verkeerd. Ribbot inderdaad. Wil je een andere game gaan doen? Nee. Ik ga lekker League of Legends doen. De hele avond, denk ik. They're mine. Zo, die stunt duurt ook lang, hè? Niet normaal. Ik heb League al een tijdje niet gedaan, hoor. Ik heb echt geen idee wat ik een beetje aan het doen ben. Ik heb echt League al een tijdje niet gedaan. Ik heb die 10 ranks games ook nog niet gespeeld en zo. Dus ik moet echt nog even een beetje inkomen. Ik heb geen eens mana. Oké, ik ga terug. Als sowieso een Q verder weg van je doet, dan krijg je heel veel damage. Ah ja, hoe verder weg, hoe meer damage je krijgt, hè? Klopt. Ik bouw gewoon wat hier staat, hoor, in deze volgorde. Ik doe voor de rest niks boeiends. Het klonk alsof wij een Drake hadden. Dat klopt ook gewoon? Holy shit, hoe hadden wij die Drake? Nice. Oké, we staan 8-2 achter in kills, maar we hebben wel een Drake. En zo heb je wel eens Valorant gespeeld. Nee, nog nooit. Ben ik ook niet van plan, eerlijk gezegd. Ik heb geen zin om nieuwe games te spelen. Ik heb het gevoel alsof ik een beetje lag in League of zo. Wat is er aan de hand? Wel, het belangrijkste is dat ik nu gewoon maar een beetje last hits maak. Wat zijn deze dingen die hier liggen? Wat is dat? Dat geeft HP aan die Zoe? Heb je al een keer TFT gespeeld? Nee, ook nog nooit. Ik heb echt het idee alsof ik lag, hé. Oh, joh. Au. Au. Man runt 130 fps. Ja, dat zie je rechtsboven. En cert over lag. Ja, ik heb echt het idee alsof ik lag heb. Misschien moet ik even wennen aan die low pace League of Legends. Wat doet hij? Hij exhaust me. Auw. Oh, Yasuo, Yasuo, unstoppable, echt top. Oh, en dan Leona heeft die, oké, nice. Goeie dingen dit. Oké, nou, ik heb in ieder geval een paar last hits erbij. En ik kan mijn item halen, dus ik ben Lusu. Enzo met zijn NASA computer die aan het lag is. Op een game uit 2010. Ja, goed hè. Zo mooi. Op stream loopt het flawless, dus geen idee welke paracet knol jouw PC heeft gehad. Ja, ik weet niet. Ik ben zelf een beetje aan het spacen, denk ik. Knol power. Proost, dames en heren. Oké, daar gaat hij. We gaan even... Oh, Zoe is gekilled. Oké, top. We gaan mid pushen. Oké, top. Auw, auw, ik ben dood, ik ben hartstikke dood. Nee, grapje, ik ben niet dood, grapje. Grapje toch. Grapje. Nee, grapje, ik zei toch grapje. Wat zijn ze nou vervelend aan het doen hier? Wow, wat doet hij? Ja, ik heb jou. Oh, wil jij er nog bij? Wil jij ook dood? Oké, is geen probleem. Hier, hoppakee. Hey, deze is voor mij. Leona, als jij deze kill pakt, dan weet je niet hoe je League moet spelen. Dankjewel.
Oké, dit was even stressen, maar wat is gebeurd? Easy! Let's go. Even mijn item halen, of niet? Wat ben ik aan het bouwen eigenlijk? Wat is dit? Ik heb de Everfrost. Oh, die heb ik wel eens van gehoord trouwens. Heb ik wel eens van gehoord. Beter. Beter. Op een schaal van 1 op 10, hoeveel vind je de rap van Jurus? Vraagt Thibaut. Een 10. Een 10. 100%. Ik zie een pink waardje. Ah. Oh. Mooi joh. Die damage is echt insane. Daar is Vision. Oké, grapje. Ik denk dat ik mijn licht even uitdoe, eerlijk gezegd. Ah, dit is wel echt beter voor mijn ogen. Holy moly. Je ziet me misschien niet zo heel goed, maar het is wel chiller voor mij om te gamen. Wow, dit is echt even wat rustiger aan mijn ogen, hé. Wow, yo, ik moet echt even weer wennen aan het gamen of zo. Ik weet niet wat het is. Zo, die lichten. Mijn ogen kunnen die lichten even niet aan. Ik weet niet wat het is. Zo, ik werd er gewoon helemaal raar van. Holy shit. Jennifer Love Jerry. Dankjewel voor je 10 gifted subs. Thanks. Thanks for the love. Thanks voor de support. Je bent nu wel echt een Classic League speler, zo in het donker. Ja, echt hè. In mijn grotje. Oké, ze hebben hulp nodig hier. Prima, kom eraan. Wat doet mijn Everfrost die ik heb, dat item? Oh, damage, jongen. Damage. Wat doet mijn Everfrost? Oh, die sloot. Ah, oké. Ik zie het. Ah, dik. Uh-oh. Wow, ik... Mooi, yo. Ik krijg damage. Dankjewel. Beter. Nou, ging prima toch? Ik zou niet weten wat ik daar anders had moeten doen. Waarom is het donker? Omdat ik pijn heb aan mijn ogen. Ik heb gevoelige ogen. En ik kan even niet tegen die studio licht. Ik zweer het je, ik word er helemaal duizelig van. Oh, heb ik je alsnog, hè? Vuile rat. Ik had hem alsnog. Kijk, alweer. Oh, dit gaat toch zo lekker. Dit gaat toch zo lekker. Wat een snertje ook, hè. Kijk eens even. Wat gebeurt hier allemaal? Dames en heren. Clappy in de chatty.
Clappy clappy in de chatty. Hey, Enzo onderweg naar gold 1. Clap clap. Ja joh, easy. Ja, je flash daar ook nog maar voor. Waarom niet? Wat een gek. Godlike. Zo, kijk daar diven dan. Vaai is sterk hoor. Dankjewel Kimmetje voor de clap clap. Number X zegt smurfing. Bottom is aan het pushen, maar boeien. Ik ga voor de blue. Give me the blue. Oh, die blue is er geen eens. Oh. Ja. Jammer. Helaas. Yo, zagen jullie dat? Dat in die sprong kon ik hem gewoon... Wat? Dat wist ik geen eens. Ik kon hem in die sprong, kon ik hem gewoon interrupten. In de sprong. Wisten jullie dat? Dat is echt sick. Ik wist dat helemaal niet. Ik ga niet recallen trouwens. Ik ben geen noob. Ik ben een teamplayer. We gaan voor de Drake. Oh, onze carry gaat dood. Nee, hij gaat niet dood. Het is fucking 4, man. Wat wil je? Juist. Kijk, ik wacht op mijn moment. Ik wacht op mijn moment om dood te gaan. En grapje. Oh, toch wel. Maar ik offer hem op voor het team. Kijk. Zagen jullie hoe ik daar aan het wachten was op mijn E? En toen die V, die pakte hem zo met die ult. En toen kon ik gewoon die E raken. 100% accuracy. Ratio 100% op de E. Let's go. Wat deed je daar? Hey, dus een toortje. Ik deed het gewoon prima hoor. Het is gewoon, ik geef me op voor team. Ja toch? Prima, prima. Wel leuk dat er mensen zijn die verstand hebben van League. En die weten gewoon of ik iets gewoon oprecht leuk doe of gewoon oprecht slecht doe. Ja, dat was wel een goede bait. Ja, ja, ja. En zo ga hakken. Ik ga niet hakken. Ik heb pijn aan mijn rug houden. Ik heb een blessure. Ga ik even lekker hakken. Dat is toch niet handig. 1 dead voor 4 kills is altijd worth. Dutch Redemption, shout-out naar jou. Jij begrijpt hem. Maar ik kon ook niet doodgaan. Maar hey, laten we daar niet over hebben. Ik heb geen studio licht vandaag, dames en heren. Oh, Maimon komt ook even binnenzetten met lekker eten hier, oh. Ongelooflijk. Timo. Ik ga voor de kill, dames en heren. Ik ga voor de kill. En zo gaat voor de kill. Leona, pak mijn kill. Ik heb geen idee wat ik daar ook allemaal deed, hoor. Ik was gewoon helemaal in de Star Wars ding of zo. Prima. Zo, je hebt lekker eten gemaakt, schat. Ziet echt goed uit. Dus besef dat het eerst 2-8 was en nu 27. Ja, bizar, hè? We hebben echt een zieke comeback gemaakt. Custom game met kijkers dus. Ja, dat kunnen we straks ook wel doen. Maar ik wil eerst even een paar rank doen sowieso. Lekkere rustige stream. Ja, vandaag is een chill stream, dames en heren. Want ik ben niet helemaal fit. Oh, het ziet er echt goed uit. Marvin heeft eten gemaakt. Ongelooflijk. Ik moet sowieso mijn camera even iets beter doen. Zie ik. Want ik kan er niet tegen dat mijn logo niet helemaal op beeld staat. Kijk. Zo. Oh, we zijn aan het vechten. Oh, dus... Ik ga beten. Hij beet. Kijk, ik ga beten. Staat de camera zo goed? Ja, bijna. Zo. Eigenlijk wil ik hem zo hebben, dus hij moet nog iets hoger. Kijk hoe nice dit is. Hoeveel logo's zie je nu in beeld, hè? Hoeveel KP-logo's? Drop mij in de chat. Knolpower neemt de hele wereld over. Oh. Oh, rustig aan.
Oh. Geintje, geintje. Geintje toch, geintje toch. Geintje toch. Woe, let's go. Hanyat sapa. Tjuu. Kleppie, kleppie in het chatje. Dat mag wel weer hoor. Kleppie, kleppie, let's go. Oh, wat ben ik allemaal aan het doen. Maar volgens mij gaat het best lekker hoor. Hier, gewoon een beetje beter. Kijk, gewoon, ik ga dood, ik offer me op. Kijk, en zij hebben gewoon in hip plus een kill, snap je? Dat is gewoon hoe het werkt. Kan ik ondertussen ook nog lekker eten? Ja, dit is gewoon mezelf opofferen voor het team. Dat is gewoon hoe je hoger komt in League. Wow, het ziet er echt goed uit, dit. Wauw. Wat eet je? Ik eet risotto. Rode bieten risotto. Dikke bak met bieten, jongen. Dikke bak met bieten. Nou, oh, maar moest nu lachen. Oh, heerlijk. Nou, we gaan naar Drake. Let's go. Dit is echt de chillste stream die ik ooit heb gehad, denk ik. Zo, oké, die draak, hè. Het is wel vet gemaakt, hoor, League. Ik speel League echt al vanaf het begin bijna. Dus het is wel vet om gewoon die hele game ontwikkeld te zien worden. Of geïmproved te zien worden, zeg maar. Zal ik wat ik bedoel? Oké, ze willen naar bot. Prima, prima. Zo, heb ik daar mijn item even goed gebruikt of wat is er aan de hand, dames en heren? Hey. Woef. Zagen jullie hoe ik die item gebruikte, die Everfrost? Oh, heerlijk hoor. Die heeft ook een range, mijn jongen, dat zeg je u tegen. Oh, dat beschuldigt niet veel. Zo, we zijn aan het... Oh nee, ongelooflijk. Lekker wardjes plaatsen. Gaat hij dit doen? Serieus? En dat had niet zoveel nut. En dan pakt hij support de kill. Hoe kan dat toch? Ik vraag het me af. Ja, oh heerlijk. Ik offer hem op. Ah, wie ook offer hem nog geen eens op. Let op deze item. Oh, jammer. Ik was net te laat. Ja, dit gaat toch ook zo goed. Mijn eerste potje ranked. We pakken meteen die W. Prima. Prima. GG. Let's go. Lekker hoor, schat, het eten. Niet normaal. Ja, dat was een easy game, dames en heren. Boom. Heerlijk. We gaan meteen nog een keer. Ik pak gewoon weer mid, ging wel prima. Wat is mijn match history? Kijk, dan kan je het zien. Oh, hiervoor had ik ook 2 ranked gewonnen. Oh, wat nice. wat nice. En hiervoor had ik 2 verloren. Gewonnen, verloren, verloren, verloren. Oh, laten we niet verder kijken. Oké, de laatste 3 waren prima. Hoe zit dat nou met ranked? Hoeveel moet ik nog spelen voordat ik zichtbaar ben wat ik heb? Waar staat dat? Oh, ik accept alweer. Hoeveel moet ik nog voordat ik ranked ben? Zagen jullie dat? Wie zou ik nu spelen op mid? Ik vind Heimerdinger ook wel leuk. Die heb ik al heel lang niet gespeeld trouwens, Heimerdinger. Dus ik weet niet of dat wel verstandig is. Lux is sterk, hè? Oeh, niet normaal. 4 games to go, oké. Okay. Maar we spelen wel Lux. Lux is echt sick.
Ik vind Elise dus echt ruk. Dus ik ben Elise. Oh, nog 6 potjes zie ik mensen zeggen. Of 4. 4 of 6. Wat is het? Oh, is Elise niet goed meer? Oh. 6 van de 10 geloof ik. Oké. Okay. Dus dan moet ik nog 4 inderdaad. Dutch Redemption, die zegt... Is niet echt een goede pick voor de midlane, man. Oh, nee, je hebt het niet over Lux, toch? Je hebt het over een andere, denk ik. Weet iemand wat hij allemaal nog gaat spelen? Ik ben gewoon hier, kan ook aan mij vragen. Ik ga gewoon League spelen. Mr. Jandro zegt, Lux is fine mid. Oh, je hebt het over Teemo, hey, Dutch Redemption. Dat Teemo niet goed is. Op mid, oké. Okay. Dutch Redemption zegt dat Teemo niet goed is op mid. Nou, dames en heren. Ik ga jullie laten zien, maar vooral Dutch Redemption, dat Teemo keihard is op mid, oké? Okay? Want Teemo is mijn champion en je gaat mij niet vertellen dat Teemo niet goed is op mid. Daar kan ik gewoon echt niet tegen. Nee, ik ben een hele aardige jongen. En ik vind het allemaal helemaal leuk, die positiviteit. Maar als jij gaat zeggen dat Teemo niet goed is op mid, nou... Ik ga niet zeggen dat je steek los hebt, maar... dan wil ik je wel graag even laten zien hoe goed Teemo is op mid. Kijk, en dan nemen we de skin die ik heb gekregen van Myron. Kijk, wat wil jij schatten? Het gele bijtje of het blauwe bijtje? Gele? Oké, okay. Doen we het gele. Ik heb het blauwe niet gedaan, nee. Myron, niet zo doen. Waarom ben je zo kut, zegt Myron? Je hebt een blauwe gedaan. Een blauwe is veel leuker. Ik dacht, ze zegt sowieso blauw. Zegt ze geel. Geel is gewoon standaard. Ja, Blitz staat nog op Ari. Mijn Blitz paste hem. Hij start niet op of zo. Maar geel, Ari is ook gewoon mid, toch? Maar ik snap niet waarom Blitz niet opstart. Ik sluit wel Blitz even helemaal af. En dan start ik hem nu weer helemaal op. Kijken of je het doet. Je runes. Ja, ik doe nooit mijn runes. Ik doe altijd Blitz opstarten en die fixt alles voor mij. Connecting, zegt hij nu. Yo, Ruben Hood. Leuk dat je er bent. Wow, Ruben Hood. Ben jij de Nidalee van vroeger waar ik mee speelde op League? Of ben jij dat niet? Oh mijn god. Dames en heren. Er komt zojuist een freaking legende in de chat. Dames en heren, er komt zojuist een legende in mijn chat. Besef dit. Ruben Hood, die in mijn chat zit, dat is gewoon de man. En ik weet het nog. Van, ik denk 10 jaar geleden of 9 jaar geleden, voordat ik YouTube deed, speelde ik altijd League of Legends. En Ruben Hood was altijd Nidalee. Dat is gewoon een man van 9 jaar geleden. Ik zie zijn username en ik herinner het meteen. Weten jullie nog dat ik het had? Weten jullie nog dat ik het had over gewoon mensen herkennen en dan hun naam zien en dan gewoon positieve vibes daarbij hebben? Bij Ruben Hood heb ik gewoon echt hele positieve vibes. We speelden League of Legends, gewoon lekker chill. We zaten in call, volgens mij deden we toen zelfs nog Teamspeak, want Discord was er geen eens. Misschien deden we zelfs wel Skype of zo, weet ik veel, of Teamspeak, weet niet meer. Maar ik ken hem gewoon van 9 jaar geleden. Gewoon, doe jij nog steeds League of Legends en Ruben Hood? Doe je ook ranked of zo? Of? Anders kunnen we straks wel een potje samen hoor, Ruben Hood. Wow, legend man. Wat ben jij? Ben je unranked? Ben je ranked? Kunnen we samen? Of wat wil je? Heb je tijd of geen tijd? Even kijken. Ik snap er helemaal niks van. Kan je het uitleggen? Ja, het is best wel lastig game uit te leggen. Maar hoe meer je het speelt en kijkt, qua streams ook, hoe meer je het begrijpt. Maar dat is eigenlijk met alles zo. Je hebt wel tijd. Oh, nice. Ik voeg je straks wel even toe, Ruben Hood, ja? Even na dit potje. Damn, Nidalee, man. Ik weet nog altijd dat ik met jou en Nick speelde. In één keer herinner ik me Nick ook. En jij altijd met die Nidalee-pijltjes. En ik was daar zo verbaasd over hoe ziek je dat altijd deed. Ik begreep er helemaal niks van. Stond er weer Ruben Hood en slain an enemy. En dan had hij weer met zijn speertje half over de map. Lijp, ouwe. Heel lijp. Oh, mijn beeld is bevroren. Oh, sorry. Ik moet nog van beeld wisselen. Kijk.
Niks aan de hand. Hoe heet dit lied? Ik heb geen idee hoe dit lied heet. Sorry, ik zie het ook niet op het tweede scherm staan. Ik weet wel dat het een liedje is van Spotify. Check even Spotify. Link staat in de beschrijving. Oké, we gaan last hit als een freaking baas, oké? Nou, grapje, die was gewoon mis. Waarom is het zo donker in studio? Mijn studiolamp is kapot. Oké, Dutch Redemption, ben je aan het kijken? Of ben je er niet meer? Ben je nu weggegaan omdat ik Timo mitspeel? Kijk, ik ben er niet. Let op. 1, 2. Timo is weg. En hij is er weer. Au. Hier, wij hebben first blood. Of niet? Oh nee, zij hebben first blood. Waarom zit er een Spotify logo in beeld? Omdat deze stream gesponsord wordt door Spotify. Shout out naar Spotify. Hier, last hits. Hoeveel heb ik? 13. Hij is 17. Oh, pijnlijk. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Oh, mis ik er weer een. Oh, Lee Sin komt eraan. Ja, ja, ik zie het, ik zie het. Kijk, dames en heren. Kijk. Kijk, dames en heren. Ja, let op. Fristy boy, jij bent echt... Oh, lekker drankje. Fristy boy. Waarom krijg ik die melding niet? Tim, wat is er aan de hand? Waarom komt er geen melding? 20 gifted subs van Fristy boy. Mijn hele meldingen lopen vast. Wat is er aan de hand? Tim. 20 gifted subs, what the heck? Oh my god, 20 gifted subs. Ze zijn vertraagd. Hoe kan dat? Oh, hij was er alweer, hè, Lee Sin. Lee Sin, wat een legend. Welke elo is dit? Ja, echt min 100 of zo. Ik ben pas net weer rank begonnen. Ja, wel last hit, hè? Mag niet. Nou. Oké, na deze wave ga ik terug, oké? Oh nee, niet hitten en zo. Jawel, toch wel. Last hit. Last hit. Oh, nu heb ik er net zoveel als hij. Ik zie je niet en zo. Ja, het is een beetje donker hier, hè? Ik zal straks wel even wat lichter zetten. Niet doen. Kijk, ik moet deze wave even uitrollen. Net zoals de wieltjes van die grote minion. En dan zijn we helemaal Gucci. Ah, oh, keurig met die last hits en zo. Keurig. Oh, ze doen Drake. Ik kom eraan. Oh, oh, oké. Laat maar. Laat maar. Hap je toch? Oh, hij trapte er niet in. Zag je dat? Als die gast erin was gestaan. Ja, niet Lux, maar die andere. Dan had ik mijn kont omgedraaid. Mijn schattige Timo-kont.
En had ik hem gepakt, maar helaas. Helaas. Het was wel slim hoor, dat hij daar niet erin ging. Dan had ik hem gepakt. Ik ga ook ability power, dames en heren. Maar niet, zeg maar, als eerste item deadcap. Hey, hij doet het weer. Hij is bang. Oeh, lekker nummer dit. Shoutout Spotify. Uh-oh. Oh mijn god, zagen jullie hoe hard ik daar aan het flexen was? Met mijn Teemo? Dutch Redemption, zag je dat? Dutch Redemption, zag je dat? Bijna dubbelkill hoor. Kom al mensen, kom al. Lekker Lucin. Kom eraan. Oké, dat was jammer. Last hits, mensen. Ik wil last hits. Kijk, ga heel even terug. Oh, ik moet eigenlijk nog 50 gold hebben. Ik ga gewoon een... Lee Sin pest in zijn jungle. Dankjewel. Ik heb genoeg, ga weg. Oké, mid is weg. Hier, daar. Daar is mid, pas op. Daar is hij. Ah, boom. Nou, heb ik toch nog een soort van geholpen. Oeh, dat was een goeie. Oh, dodge hem. Oh, jammer. Jammer. Ik had gewaarschuwd, ik had 3 keer gepinkt. Maar... Oké, even een beetje verdediging plaatsen als Teemo. Altijd fijn. Beam. Kijk, hij ziet me niet, dus ik kan wel even eten. Gewoon even lekker eten. Nom. Ha! Grappig toch. Grappig toch.
Grappig toch. Oh, grappig toch. Oh, wat lullig weer dit. Oké, laat maar. Ik wou gewoon helpen op bot, oké? An enemy has been slain. Ik vind het wel lekker, zo'n beetje privé op Twitch. Een beetje donker. Maar wel een beetje privé. Dat is belangrijk hoor, een beetje privé. Kan ik weten als vlogger. Ja, daar gaan we zeker even heen. Ja, keurig. Keurig, Lee Sin. Oh ja, ga erheen. Niet? Oké. Okay. Nou, we hebben het geprobeerd. Ik ga wel weer terug. Holy shit. Ik krijg ook even zo'n turret hit op mij. Niet normaal. Niet normaal. Wat een saaie stream, ik had beter verwacht van je. Nou, dan ga je toch ergens anders heen. Je was er blijkbaar niet bij toen ik zei dat ik niet helemaal lekker ben. En ik net een windsport achter de rug heb. En de hele dag op pad ben geweest en niet zo fit ben. Dus ja, het is gewoon een chill stream. Beetje League of Legends, beetje muziekje. Lekker chill. Hey, Choket was daar, of niet? Of was zij dat met dat item? What the heck? Ze deed dat item aan. Waarom gaat ze nooit vechten tegen mij? Lee Sin, ga daarheen. Ik ben er ook. Goed zo. Oh, we gaan pushen. Oké, beter. Hij is zo'n baas. Good job, Lee. Lee Sin is een baas, dames en heren. Hoppa. Keurig. Duimpje omhoog. Ik heb geen idee wat voor dit voor bult is, maar ik vind het prima. Zo, die choke is wel irritant hoor. Oeh. Zo, die is ook ver, hè, die range van dat ding. Niet normaal. Ik wil eigenlijk even een beetje shrooms gaan plaatsen. Au. Ah, daar is die Lux alweer. Ik zie jullie wel. Oh, zo. Oh, die 6 doet damage, hé. Niet normaal. Kijk, dit zijn altijd chille shrooms. Een beetje hier in het midden, aan de zijkant.
Ja, lekker. Ah, ik zit ook in die stun. Nu moet ik weg, denk ik, eerlijk gezegd. Nee, ik laat mijn team niet in de steek. Ik ben Hens Knol, ik laat mijn team niet in de steek. Lekker. Nice. Nu voel ik me beter over mezelf. Als ik daar wel eens wegga, dat ik echt wel mijn team in de steek gelaten. Nu kan ik gewoon zeggen dat ik er ben voor mijn team. Ik ben er voor jullie. Ja, pak hem maar hoor. Ik ga wel even naar bot, top bedoel ik. Anders dan gaat het niet goed komen. Maar ze doen Drake beter. Kom hier, schaf uit. Oh, hij is bang voor mij. Zou ik ook zijn als ik hem was. Stomme minions. Oh, stomme minions. Zag je die flash? Damn. Ah, freaking minions. Ah, damn. Oh, was ik geburnt? Oh ja, Ignite. Ja, nu hebben we gelijk. Het was geen minions. Het was gewoon Ignite. Het was gewoon 1 voor 1. Helaas. Een beetje in de jungle van hun gaan. Een beetje schroems plaatsen. Heb je nog last van je rug? Ja, echt balen. Kijk, durf daar nu niet heen te gaan, snap je? Ik ben bang dat ze hier staan. Ja. Beter. Ja, Shroom. Weer Shroom. Oef. Ja, Shroom. Oké. Ah. Jammer. Nou, Lee Sin. Ward en dan Shield. Emma, dankjewel voor je lieve bericht. Leuk dat je elke dag de video's kijkt. Oh, iedereen mist alles. Kom op, mensen. Je mag echt niemand doodgaan. Dankjewel. Ik heb geen idee wat voor build dit is, maar mijn Zonya's Hourglass komt nog. Ik ben donker, dit is een privé stream. Ik doe mijn pet ook gewoon even af, anders zit ik deed met mijn nek naar voren, merk ik. Ik moet even een beetje goede houding aannemen door mijn rug. Als jullie tips hebben over mijn leak, dan laat maar weten.